Ochtendjournaal. Het is 7:05. Elke week overlijden er meer mensen dan verwacht. Al sinds augustus is er sprake van die zogeheten oversterfte. En ook in de laatste cijfers van het CBS zijn er in een week tijd 950 doden meer dan verwacht. Gezondheidseconoom Eline van den Broek en Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening, waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit, pleiten daarom voor een onderzoek naar die oversterfte. En dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Meneer Meester, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kessenboom. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft in de Kamer ook al hiervoor gepleit, hè, zo'n onderzoek. Dan vraag je je af, waarom komt het er niet? Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Zijn motie van begin december is met algemene stemmen aangenomen. En dan verwacht hij, en ik ook, dat die motie ook uitgevoerd wordt. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Dan zou je denken, ja, oversterfte, dat is logisch, want corona. Ja, nou, dat is een vraag. Het aantal mensen dat aan corona overlijdt is daar denk ik te laag voor op dit moment, om dat te kunnen verklaren. Dus wij weten niet precies wat de oorzaak van die oversterfte is. En dat, denk ik, is belangrijk om te achterhalen. En dat is precies wat Omtzigt heeft voorgesteld. En wij herhalen die oproep om dat zo snel mogelijk te gaan doen. Ja, dus er zijn wel coronadoden, maar dat verklaart niet de volledige oversterfte. Heeft u misschien toch wel een indicatie waar het wel door kan komen? Natuurlijk weten we het niet. Anders zou het onderzoek niet uitgevoerd hoeven worden. Maar het zou verschillende dingen, er zouden verschillende dingen onder kunnen zitten. Het zou bijvoorbeeld uitgestelde zorg kunnen zijn. Het zou het algehele stressniveau van de maatschappij kunnen zijn. Maar het zou misschien ook iets met de vaccinatiestrategie te maken hebben. En dat willen we graag onderzoeken. Om eventuele ongerustheid weg te nemen. Maar goed, als er een verband is, dan moeten we en willen we dat natuurlijk ook graag weten. Ja, u zegt, je zou het moeten willen weten. Nou zegt viroloog Marion Koopmans op Twitter, die reageert hierop en zegt eigenlijk van ja, oversterfteonderzoek is heel belangrijk, tuurlijk. Maar die analyses kunnen altijd pas achteraf gebeuren door de manier waarop die registraties zijn opgezet. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is onbegrijpelijk. Die analyse kan nu wel degelijk gebeuren. Want de data is daarvoor beschikbaar. Nog niet voor ons en nog niet vrij. Maar er is gewoon data waaruit wij kunnen gaan opmaken. Of eventueel die vaccinaties er iets mee te maken hebben. Je moet denken aan bijvoorbeeld individuele informatie over sterfte- en vaccinatiemomenten. Dat kan ongetwijfeld met alle privacy in achtnemingen is die data vrij te geven. Voor een selecte groep onderzoekers. En dan kun je dat gewoon uitzoeken. Dus het is mij een raadsel waarom Marion Koopmans denkt dat dat nu niet kan. Ja, want het CBS houdt natuurlijk ook doodsoorzaken bij. Maar dat duurt te lang voordat dat dan duidelijk is dus. Nou ja, die doodsoorzaken die kennen wij niet. Het CBS houdt niet zomaar bij wie waaraan overlijdt. Ze houden natuurlijk heel goed bij hoeveel mensen er overlijden. Ja. Wanneer precies en welke leeftijd en zo. Maar ze geven ook altijd wel op een gegeven moment aan nou de doodsoorzaken. Maar dat vergt dan blijkbaar ook onderzoek van het CBS. Maar u zegt, we moeten daar meer haast achter zetten. Ja, dat kunnen ze niet altijd. Omdat natuurlijk, kijk, stel je voor dat vaccinaties er iets mee te maken zouden hebben. Dan wordt dat lang niet altijd geregistreerd. Want als iemand een maand na zijn vaccinatie zou komen te overlijden, dan is het natuurlijk helemaal niet zo logisch. Of voor de hand ligt het om dat aan die vaccinatie te koppelen. Dus die registratie vindt niet plaats op die manier. Uh-huh. Dus zulke registratie is er niet. Maar goed, met de aantallen die overlijden in samenhang met de vaccinatiemomenten kunnen we statistisch gezien heel goed uit de voeten. Maar dan moet die data wel vrijgegeven worden. Ja. En u zegt dus, want het heeft ook vaccinatie, maar het kan inderdaad natuurlijk ook uitgestelde zorg zijn enzovoort. En daarom is het van belang om hier heel snel duidelijkheid over te krijgen. Want dan kun je dat meewegen in al je beslissingen. Dat lijkt me. Het lijkt me dat je alleen de juiste politieke keuzes kunt maken als je weet waaraan het ligt. Dus lijkt het mij evident dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. Want laten we wel wezen, het gaat om enorme aantallen. Hè? Dus als er ergens in Nederland een ongeluk gebeurt met 10 doden, dan volgt er natuurlijk een groot onderzoek en terecht. Maar we hebben het nu over, ja, u zei het zelf al, bijna 1000 doden per week. Ja, dat is nogal wat. Uw pleidooi is duidelijk. Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijksrekening aan de Vrije Universiteit. Bij gevechten